the spectators of Eurosport. We are here now at the moment at the east side of the Netherlands in the center of Hardenberg for the strongest team of the world contest. 10 teams from different countries will be fighting here for the honor. In het Hollandse Hardenberg dat twee dagen lang in de teken staat van de sterkste mannen van de wereld. En het eerste onderdeel op de openingsdag, dat is de Triple Triple, waarbij drie trucks met een gezamenlijk gewicht van liefst 36.000 kilo zo snel mogelijk hand over hand op een afstand van 15 meter moet worden getrokken. Het Engelse team zij bijten de spits af links bij Jamie Reeves, zoals Bilda, Pitbull, Pittard. Jamie Reeves, de voormalige sterkste man van de wereld, sterkste man van Europa en viervoudig sterkste man van Engeland. En Bill Pittard, de sterkste man van Engeland en de winnaar van de British Muscle Power 1995. Richting de finishlijn met een tijd van 24.91 en dat is van de tijd die verbeterd moet worden voor overige teams. Finland, het team dat verslagen moet worden, de regerende wereldkampioen met de teams. Hun titel staat hier op het spel. Links Jouko Ahola. Zo ook de sterkste man van de wereld individueel is. Rico Kiri, de man waarmee hij vorig jaar de titel behaalde, is niet van de partij. Hij is geblesseerd. En nu doet hij het samen met Sami Heinoni. En hun tijd is 21.97. Beter dan de Engelsen. En dan, Nederland als organiserend land heeft twee teams in de strijd. Team Nederland 2 ziet u klaarstaan. En voor de jong team, Gert Gerrits met 33 jaar. En Jano Hans, hij is de man, de jongste deelnemer. 23 jaar, de vrachtwagenchauffeur in het dagelijkse leven. In de plaats van in de vrachtwagen zit hij er nu voor. En dat moet toch een heel ander gevoel zijn voor Jano. Jano, de all-round krachtsporter. En finalist van de sterkste man van Nederland. En Gert Gerrits, de sterkste man van Oost-Nederland. Hun tijd, 21.53. En dat betekent sneller dan de Finnen. En ze zijn blij met dat. Zuid-Afrika, twee bekende gezichten, met name Gerrit Badenhorst, ook voor Eurosport-kijkers. Viervoudig sterkste man van Zuid-Afrika, de nationaal kampioen gewichtheffen, drievoudig wereldkampioen powerliften en de wereldrecordhouder. En bovendien de winnaar van de World Mighty Man in Zuid-Afrika, Wayne Price. Ook geen kleintje, de tweevoudig sterkste man van Zuid-Afrika. En een mooie tijd van 22.44, maar nog niet zo goed als van Nederland 2. Die staat op dit ogenblik nog aan kop, de Duitsers. Links in beeld, ook een bekend gezicht, Heinz Olesch, de nummer 4 van de wereld en de drievoudig sterkste man van Duitsland. Samen met de sterkste man van Duitsland op dit ogenblik, Martin Moer. Dus wat dat betreft hebben de Duitsers ook een sterk team, afgevaardigd hier in Hardenberg. Martin Moer ook nog de Europese wereldkampioen powerlift in 1994 bij de junioren, maar dat is niet meer. En de tijd van de Duitsers is 22.47. En dan de Faroe-eilanden. Regin Vagedal, bekend gezicht. Hij wordt hierbij gestaan door de Hollander Peter Balthus. Regin, drievoudig kampioen van de Faroe-eilanden. Sterkste viking 1996 en nummer 8 van de wereld. Peter Balthus. De vijfvoudig Nederlands kampioen powerlifter bij de junioren. In for an injured compatriot who couldn't make it, of course, because of the injury. En de tijd voor de Faroe-eilanden is 22.66. Nog steeds een kop, team Nederland 2. En dan de Zweden. Twee reusachtige gebroeders uit de Zweden afgevaardigd. Magnus en Torbjörn Samuelsson. Bij die hoort ook krachtige geluiden. Niet alleen sterke biceps, ook sterke spieren in de keel. De tijd van de Zweden, 20.41. Sneller dan Gerrit en Jarno. En de Zweden hebben daarmee de leiding genomen. We hebben nog een aantal teams te gaan, onder andere de Noorden. Sven Carlsen en Stoela Davidsen. In de rechts in beeld, de tweevoudig sterkste man van Noorwegen. En de nummer 2 van Noorwegen is Stoela Davidsen aan die andere kant druk aan het trekken. Stoela Davidsen, de nationaal kampioen powerlifter, meervoudig kampioen powerlifter en wereldkampioen in dezelfde sport.
De tijd van de Noord is 21.25. Dat is nu de tweede tijd. Magnus Vermarkusen geeft wederom het start zijn voor de nationale trots uit Borculo. Niemand minder dan onze eigen Berend Veenendaal bijstaan door Vlad Zijlstra. De sterkste man van Nederland al vier keer op rij. En de nummer 2 van Nederland, Wout Zijlstra. Een kampioensteam hier in actie. Vallen die 36.000 kilogram aan. Dat is het totale gewicht van deze D-Trucks met een tijd van 19.72. Nee, zij de mooiste tijd in. En Wout viert dat weer op zijn eigen wijze. We hebben nog één team te gaan met Nederland te kop en dit is het team uit Hongarije, Laszlo Fekete, ook een van de krachtpassers die we kennen van Eurosport. En hij wordt bijgestaan dit keer door niemand minder dan Tibor Messalos. Drievoudig, sterkste man van Hongarije, de discotheekhouder uit Szolnok uit Hongarije, Laszlo Fekete. Een hele aparte stijging van Tibor Messalos. As you can see, helps. And that's not a bad time there for the Hungarians. Dat is de tijd van Hongarije. We've seen him before and Messalos Tibor. Ja, die tijd is niet voldoende om de eerste plaats over te nemen en Laszlo was er niet tevreden mee met zijn prestatie. Een schitterende start voor Nederland met Berend Veenendaal en Wout Zijlstra aan kop, gevolgd door Zweden en Noorwegen. Het tweede team van Nederland neemt na één onderdeel een mooie vierde plaats in. En de regerend wereldkampioen uit Finland, zij hebben een teleurstellende vijfde plaats. Bij het onderdeel loading gaat het om 6 verschillende voorwerpen zo snel mogelijk over een afstand van 6 meter te dragen en op een oplegger te deponeren. Het gewicht van deze voorwerpen varieert tussen de 100 en 120 kilogram. De Faroe-eilanden hier in beeld Peter Baltus, een van de sterke mannen van Nederland. Die Regin Fuckedal bijstaat. Even in de problemen, voorwerpen van allemaal verschillende gewichten dus. En hier dan het team van Engeland, Jamie Reeves en Bill Pittock. Maar het laatste vaartje moet rechtop gezet worden. Dat doet hij niet en dat kost hem 5 strafpunten. Daar is hij te laat mee. Team Faroe-eilanden finish je net iets eerder met 27.85. En Engeland moet het nu doen met 30.38. Klaar zijn we weer voor deze reus uit Zuid-Afrika. Gerrit Badehorst en aan de andere kant de Duitsers in actie. Heinz Olesch, even door die knieën en dan weer erop samen met Martin Moer. En Gerrit Badehorst en Wayne Price, het maatje hier uit Zuid-Afrika, lopen ermee te wandelen of het de dagelijkse boodschappen zijn. Heinz Olesch. Netjes, het vaartje neergezet, 24.24, dat is de tijd hier voor Zuid-Afrika. En Duitsland die finishen met een tijd van 24.03. De Duitsers zijn net even sneller en de snelste op het ogenblik. Met hier de Finnen, de titelverdedigers. Jouko Ahola, Sami Hainonen en de Hongaren. Laszlo Fekete rent daar terug, terwijl Tibor Messalos nog even in de problemen zit. Met dat enorme gewicht daar. Wordt even weer gedeponeerd op het asfalt. En weer overeind ermee. En dit is ook een onderdeel waarbij Laszlo Fekete helemaal in zijn element is. Maar de Finnen die waren sneller. Met 20.19 hebben zij de leiding overgenomen. Het vaartje wordt rond neergelegd, niet op zijn kant gezet. En dat betekent 5 strafpunten erbij voor Hongarije. En dat is voor die veiligheid gedaan, dat het niet eraf kan rollen naar de andere mensen. Nederland 2 hier. En zij moeten het opnemen tegen Noorwegen. Sven Carlsen, Stoer Daven en Gerrit. Gerrits. En Jarno Harms aan de andere kant. Hier aan het verdedigen voor Nederland. Dat vaartje nog even erop. Hele mooie tijd hier. 21.10, de tweede plaats van Nederland. En de Noorden nog in de problemen. En zij moeten genoeg nemen met de tijd van 28.66. En dan is het tijd voor Berend Veenendaal en Wout Zijlstra. Wout valt hier dat gewicht aan. Maar aan de andere kant de twee reusachtige gebroeders uit Zweden. Magnus hier in de actie. Laat dat stuiten. Dat kost kostbare tijd. Magnus en Torbjörn. Torbjörn doet het nog sneller. De gebroeders Samuelsson. Twee agrariërs uit Zweden. En hier dan onze Hollandse Berend Veenendaal en Wout Zijlstra. Hele mooie tijd gaat het worden voor Nederland. Ja, 21.50. En de blijdschap weer af te lezen van het gezicht en het volledige lange lichaam daar van Wout Zijlstra. En de Zweden, zij moeten genoeg nemen in de tijd van 30.07. Weer een erenrondje hier van Wout Zijlstra. Maar met een 21.50 eindigen ze net iets langzamer dan de tweede Nederlandse team met een 21.10. Ze eindigen op dit onderdeel dus op de derde plaats, maar blijven het algemeen klassement aanvoeren. Finland wint dit onderdeel, gevolgd door het tweede Nederlandse team dat een schitterende tweede plaats inneemt.
In het algemeen klassement zien we onder Berend en Wout op een gedeelde tweede plaats. Team Nederland 2 samen met de regerend wereldkampioen Finland. Een hele mooie prestatie. Bij het derde onderdeel van vandaag gaat het om een gewicht van 25 kilogram zo hoog mogelijk achterwaarts over de lat te gooien. Per gewicht krijgt ieder twee beurten. Bovendien kan elk team op dit onderdeel om een extra beurt vragen. De hoogste goede beurt van elk teamlid worden bij elkaar opgeteld. En dat geeft dan uiteindelijk de totaalscore. Uit Engeland, Jamie Reeves hier in actie. De 4,30 meter, dat is de hoogte die gehaald moet worden. En dan is van je 1-2 net er overheen. Onder toeziende oog van Hans Nijman en Dick Vrij, twee krachtsporters en twee gerenommeerde vechtsporters. Bill Pittock, ja, daar moet hij heen, Bill. Inderdaad, dat is de goede richting. Dan vraagt hij nog om een beetje aanmoedigingen van het publiek. En dan is het weer. De vaart maken, techniek, komt ook een beetje kijken, ook over de 4,30 meter. Dat lukt ze dus beide. Maar toen de lat hoger ging, lukte het niet. En dat maakte de totaalscore voor Engeland. 4,30 plus 4,30, 8,60 meter. Heinz Onnes hier bij de 4,30 meter. Een hele goede beurt. En dan is het de tijd voor zijn teamgenoot Martin Moore. Probleemloos gaat hier overheen. Later kwamen ze wel in de problemen. En hun totale hoogte was 8,90 meter. Beter dus dan van de voorgangers Engeland. En hier de Noorden. De laatste poging van het Noorse team hier. En die is net op tijd onderuit. Sven Carlsen. Totale hoogte van hen is 8,60 meter. En we maken even een sprongetje naar de 4,60 meter. En dit wordt de tweede beurt van Gert Gerrits. Dat is wel op tijd gelukkig onder het gewicht vandaan nog. En wat voor aanmoediging door Berend Veenenberg voor Jarno Harms. Lukt de tweede beurt wel of niet voor deze man? This is the last attempt. Uitermate geconcentreerd. En het lukt hem. Heel mooi. Totale scoorde 8,90 meter uiteindelijk voor Team Nederland 2. Well, it's going up a bit now. We gaan omhoog naar die 4,80 meter. Finland. De regerend sterkste man van de wereld individueel. Jouko Ahola. Nee, dat lukt hem niet. En dat betekent dat Finland eruit ligt. Totale score 8,90 meter. Net als het tweede Nederlandse team. En ook Duitsland en Noorwegen vielen we deze hoogte af. Hongarije, de laatste poging hier voor Tibor. En ook dat lukt niet. Zij vallen af. En hun totale hoogte is 9,10 meter. Peter Baltus moet hier hoog gaan houden voor de Faroe-eilanden, want Regin Fagadal is al eerder uitgevallen. Even kijken of dat nog gaat lukken. En ook dat lukte niet. Scoorde door die minder goede prestaties van Regin is 4,80 meter in het totaal voor de Faroe-eilanden. En dan Zuid-Afrika, brede grijns hier van Gerrit Badenhorst. Of dat zal helpen, dan moeten we even afwachten. Wayne Price kijkt toe. With him and his stable mate. Can he do it? Belangrijk, de laatste beurt en ook dat lukt niet. Wel op tijd weer onder het gewicht vandaan. Totale score voor Zuid-Afrika is 9,40 meter. Probably in his teeth. En ze nemen daarmee op dit moment de eerste plaats. Met alleen nog het Nederlandse team te gaan en de Zweden. Magnus Samuelsson. De oudste van de twee gebroeders. En dat lukt ze ook niet, de Zweden. Totale hoogte voor hen is 8,60 meter. En dan is het de buurt aan de man die het wereldrecord hooggooi op zijn naam heeft staan met 5,59 meter. Wout Zijlstra, hij gaat moeiteloos over die 5 meter heen. En de blijdschap is weer achter deze van zijn gezicht dan Berend Veenenberg. Voor Berend is dit niet zijn allerbeste onderdeel, dus we gaan kijken. En het lukt ook Berend die 5 meter. Schitterende prestatie van deze sympathieke man uit Borculo. Going for the Netherlands. Maar Wout Zijlstra is nog niet tevreden. Hij gaat een stap verder. Officials zijn hier even in die gesprek met elkaar. En u ziet het, alles wordt officieel nagemeten. Want wat gaat Wout doen? Hij gaat proberen het wereldrecord hooggooi te verbeteren. Dat heeft hij al op zijn naam staan. En hij wil nu de 6 meter op zijn naam zetten. Nog even aangemoedigd hier door Berend Veenenberg. This is a world record attempt. En zal het hem lukken? 6 meter. U bent de getuige van de Eurosport. En hier wordt het wereldrecord hooggooi verbeterd. Dat is een gelukt. Wout Zijlstra naar de 6 meter. Look at him go. Wout Zijlstra dan. De Dutchman rondje van 6 meters. Incredible. Wout Zijlstra, you just broke your record of weight for height. What's your record now? The record was 50 meters 59. And now it's 50 meters 60. So I broke it with 1 centimeter. Maybe I do it again, like Gupka,
wait for height, that jumper, still 1 centimeter. I hope to go to the 6 meter, but that's impossible, I think. Dat lijkt me ook goed. Inmiddels de hoofdspringenboek hoopt hij zijn wereldrecord constant te kunnen blijven verbeteren. 10-1-1 winst dit onderdeel Glanswijk. Dat levert weer 10 punten op voor het algemeen klassement. Zuid-Afrika scoorde nog niet eerder zo hoog met deze mooie tweede plaats. In het algemeen klassement blijven Beert en Wout ruim een kop, gevolgd door het andere Nederlandse team dat met Finland de tweede plaats deelt. Maar het verschil met Zuid-Afrika en Zweden die de vierde plaats delen is 2,5 punten. Blijft spannend. Well, we've got loads of even een korte onderbreking voor de reclame en zien we daarna graag toe bij de Stones of Strength. How does the world start its day? In Budapest, they breakfast on lemon tea, salami and peppers and a concise update of the world's news. In Hong Kong, perhaps steamed bun and congee with the key business and finance stories. Cappuccino, cornetti and the world's sporting highlights are popular in Milan. And in Geneva, fresh juice, coffee and a little charcuterie with the Asia Pacific pages. Start your day with the International Herald Tribune, the world's daily newspaper. 14,000 people witnessed the crime. She's one, Shooter's two, Tyler's three, the drunk is four, whoever was on the other end of that radio is five. Five people making conspiracy. Nicolas Cage, Gary Sinise in a Brian De Palma film. Snake Eyes. I am the god of hellfire, and I bring you fire. Around 25 years ago, certain rock fenomenon on the Queen, artists like Creed, Black Sabbath, Jethro Tull, Black Sabbath, Emerson, Lake and Palmer, Status Quo, Thin Lizzy, the Moody Blues. Ze stonden vroeger op de grootste rockfestivals van de wereld. Op inmiddels muziekalbums lazen ze muziek uit die zo anders was geniet dat iedere vergelijking er ook op gaat. De beste 60 original nummers uit deze tijd zijn nu te kijken bij eerste cd's op 4 cassettes onder de titel Rock Festival. Dat is meer dan 4 uur muziek. Let op, deze cd's of cassettes zijn niet in de winkel te koop. Als geld geen probleem is, zou je kunnen zeggen dat er eigenlijk maar één manier is om de onwaarschijnlijke sound van deze band te laten herleven. Of je koopt gewoon de Rock Festival serie. Wil ook jij bezitter worden van deze unieke Rock Festival serie? Aarzel dan niet. Bel en bestel nu. We know great music when we hear it. Bij Insight weten we wat goede muziek is. Genomen 12 januari 1999. On 13 januari 1999, euro will be a currency in October. Staan betalen. Next year, Eurosport has extensive live coverage of the Rugby World Cup, the fourth largest sporting event in the world. And it all starts now with the first of England's qualifying matches against the Netherlands. No offence to the Dutch, but the English reserves will probably win this one without breaking sweat. And Woodney has promised to field his strongest side. Holland could get flatter still. England v Holland, Saturday, 1600 CET, 3 UK, live on Eurosport. If you're following the transfers in het internationale topvoetbal, speel dan nu mee. Wat is de nieuwe club van Oliver Bierhoff? PSV, AC Milan of Liverpool? Elke week kun je Eurosport voor de geogames er zo'n puzzelgames te voetbalspel winnen. En daarbij liggen er vele Eurosport t-shirts klaar. Dus bel nu. So, call right now. En veel succes.
En dan kan ik me voorstellen dat u zich afvraagt waar die Faroe-eilanden liggen. Nou, die liggen tussen Schotland en IJsland. En Regin die woont terecht, van Peter Paul, dus die helpt u hier eigenlijk vandaag. Die steunt dus die Faroe-eilanden. Hele mooie tijd. 32.22 seconden, 6 flips. De Engelsen lukt dat niet. Die moeten genoeg nemen met 90 seconden. De maximale tijd van de zijkwam niet verder dan 3 flips. En hier Hongarije tegen Noorwegen. Even in de problemen daar. Tibor met Samos en Lasnal. Aan de andere kant gaat het beter bij de Noorden. Sven Carlsen, de beroepsbodybuilder. En Sture Davidsen, de nationaal kampioen in powerlifting. Power genoeg dus bij dat team. Lasnal Fekete. Gaat niet zo goed met hem, maar hier een hele mooie tijd voor de Noorden. 26.13, de snelste tijd tot op heden. En ja, aan de andere kant gaat het niet zo goed. Zonder één ontwenteling te weinig, maar wel beter dan Engeland. Die hadden slechts 3 flips. Een aanmoediging voor Team Nederland 2. En de blik van de Duitse voorspelt niet heel goed. Heinz Allers. They too, of course, are well focused, but they don't have the benefit of having massive support. Nederland-Duitsland. Net voetbal, maar dan toch even anders. 800 Martin Moer hier, de inspanning is van de gezicht af te lezen. Keizer met Jarno en Gerdgaard. Een voorsprong op de Duitsers. Kijk of ze dat weten vol te houden over die volle 20 meter. Want dat is de afstand die op deze manier afgelegd moet worden. En dit is een zwaar onderdeel, dat verzeker ik u. Zal het ze lukken? Jonge Hollanders, Team Nederland 2. Tot nog toe, gaan ze goed. En dit is een hele mooie overwinning voor ze. Ze krijgen het weer voor elkaar. 36.18. Ze nemen daarmee op dit moment de tweede plaats in. De Duitsers, zij zetten een tijd neer van 42.15. En dan de Zweden vallen hier dit reusachtige tractorwiel aan. Met aan de andere kant de veteraan uit Zuid-Afrika. Gerrit Baanhorst en Wayne Price. De Zuid-Afrikanen wegen bij elkaar 287 kilogram. En dat gewicht moet ze in de strijd werpen tegen deze 800 kilogram. En de Zweden bij elkaar 259, een stuk lichter. Maar het gaat ze wel beter af, zo te zien, dan de Zuid-Afrikanen. Al het gewicht van deze 4 man in totaal wordt hier in de strijd geworden. De Zweden, heel mooi, willen bijna niet stoppen. Liepen nog even door. 24.69. Well, Zuid-Afrikanen 29.62. Dan onze nationale trots, Berend Veenwerf en Wout Zijlstra. As you can imagine, aan de andere kant Jauke Ahola en Sami Hainoe, de regerende wereldkampioenen, de sterkste team van de wereld op dit moment. En als ze blijven, dat weten we aan het einde van de uitzending. Het zal erom spannen, zij verslaan dit onderdeel. In ieder geval Berend en Wout wel. De Finnen zijn vandaag in top voor de men, winnen het eerste onderdeel van vandaag. Gevolgd door Zweden op de tweede plaats, Nederland 1 op de derde plaats, Noorwegen 4 en Zuid-Afrika 15. Nederland 2 gezakt naar de 7e plaats. At the tail end with one. In het algemeen klassement staan Berend en Wout nogal mooi aan kop. Gevolgd door Finland op een tweede plaats. Zweden neemt de derde plaats in. Zuid-Afrika de vierde. En Team Nederland 2 die zien op de vijfde plaats. De normale Hercules Hold is al een bijzonder zwaar onderdeel. Maar dit is de double Hercules Hold. Let me just tell you about this. Engeland als eerste. Will Pittock. En links Jamie Reeves, verbonden met deze ijzeren ring. En aan de andere kant een auto met een behoorlijk gewicht van 1800 kilogram. En dan maar kijken wie dat het langste volhoudt. Dit wordt afzien, met hoofdletter A, dit wordt pijnlijden. 26.15, dat is de tijd voor Engeland, de tijd die de andere teams moeten proberen te verslaan. Regin Fagerdal links in beeld en Peter Baltus. Samen proberen ze de eer hoog te houden voor die Faroe-eilanden. Dat is de exacte uitspraak. Ik heb het Regin persoonlijk gevraagd. 45.000 inwoners. Met Regin erbij 45.001. Ze verbeteren de tijd van Engeland. Hun tijd is 19.83. Hongarije, Laszlo Fekete links en Tibor Messanos rechts in beeld.
teamwork belangrijk. En dat is jammer. De zwakste schakel is bij dit onderdeel Timoer. En zij moeten genoeg nemen met de tijd van 6.94. Daar is hij niet blij mee. De Noorden. Ik ben benieuwd wat Stoere Davidson van deze double Hercules hold vindt. Norway looking to beat something like 25 seconds at the moment. Sven Carlsen and Sturla Davidson. Carlsen twice the strongest man of Norway. Ja, de fysiotherapeut zal hier niet blij mee zijn met deze acties. Sturla Davidson became second. Well, 23.13, dat is de tijd voor de Noorden. Very difficult event this one. Ready, zijn ze er weer voor Jarno Hams en Gert Gerrits. Gert ontpopt zich tot een echte prof, ziet het rode lampje op de camera branden en een big smile. Gert Gerrits en Jarno Hams. Concentration. Trying to block everything else out. Die schreeuwen om die concentratie vast te houden. En moeten ze toch even loslaten. 24.82 voor Jarno en Gerrit. Niet slecht natuurlijk voor onze jonge Hollanders. Yeah, Wayne South Price en Gerrit Baderhorst. Gerrit hier in beeld uit Zuid-Afrika. Twee mannen die toch wel wat gewend zijn. Maar dit is een heel zwaar onderdeel en dat zien we ook weer aan de beide kerels. 15.97 is de tijd van de Zuid-Afrikanen. Geen tijd om overuit te krijgen. En hier de Zweden. Continue with the Swedes. Magnus Samuelsson en Tjoerborn Samuelsson. Magnus en Tjoerborn Samuelsson. Twee sterke broers uit Zweden. Magnus. 28 years of age. Ook weer. De gentleman, die sterke stembanden. Second place in that. Zijn die kreten. Gewoon diep van binnenuit. Proberen die pijn uit te schakelen. En proberen vast te houden. Ze zijn aan elkaar. Als natuurlijk aan het gewicht. 1800 kilogram dat aan de andere kant er uit trekt. En dat is behoorlijk. Dat verzeker ik u. We gaan hier een hele mooie tijd neerzetten. Fantastic time. Look at that. 42.31, de mooiste, de beste tijd tot nu toe. Zal het de Finnen lukken om daar overheen te gaan? 42.31. Ja, 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 op zijn Fins dan. Jouke Ahola en hier is Sammy Heinonen. Sammy, de man met nog wat minder ervaring in het grote circuit van de sterkste mannen van de wereld. Het is overigens georganiseerd onder de auspiciën van de IFSA, de International Federation of Strongman Athletes. Allemaal heel officieel de wedstrijd tegenwoordig. Allemaal van Magnussen, Fokker de Jong en Wout de Jong, de officials van de FSA, die hier de boel leiden. De Finnen, 38.44 en dan is op dit ogenblik de tweede tijd. En dan Wout Zijlstra. Samen natuurlijk weer met links in beeld Berend Veenenberg. Dan Zonneberg en Ruud Zilstra. Het zal moeilijk worden om de tijden te evenaren van de twee teams ervoor. Een bijna onmogelijke opgave. And he's the world crucifix record holder. En hier begint het kritiek te worden. Jammer. 32.03. En daarmee eindigt het weer in Zeneberg en Wout Zijlstra op de derde plaats. De gebroeders Samuelsson winnen de Hercules Hold. En de Finnen behalen de vrije tweede plaats. De Engelsen scoorden beide dagen niet zo hoog als met deze vierde plaats. En Nederland 2 zien we in de middenmoot op de vijfde plaats. De Finnen lopen in het algemeen klassement met 1 punt in op Berend en Wout. Het verschil is ook slechts 2,5 punt. Maar Nederland 1 blijft een kop. De Zweden blijven op de ongewijzigde derde plaats. En dat geldt ook voor de andere landen. Hun plaats blijft in het algemeen klassement ongewijzigd. En dan tijd voor die Farmers Walk. Het totale gewicht van deze constructie, compleet met het levende blonde gewicht, is 500 kilogram. Engeland bijt met dit onderdeel de spits af. Natuurlijk speelt kracht hier een belangrijke rol, maar ook balans is van groot belang. Ja, ze geven na dit onderdeel de strijd op de Engelsen. 12 meter en 96 centimeter, dat is hun afgelegde afstand. De Faroe-eilanden met Peter Balthus en Regin Fagadal. Zij wandelen met deze dames door de evenementhal, of ze elke dag niet anders gewend zijn. Het ziet er beter uit dan hun voorgangers uit Engeland.
nemen die bocht nog netjes en dan zit het erop voor de Vaareilanden. Een mooie afstand van 20,22. 20 meter en 22 centimeter voor de Vaareilanden. Hongarije, Laszlo Fekete en Tibor Mezanos. Tibor heeft het moeilijkste. Die zou zich eventueel kunnen afleiden door het uitzicht. 12 meter en 74 centimeter. And every single one of these exercises designed, of course, to put niet de grootste afstand. Strain. En de Noorden. The various parts of the body. As we go now with the Norwegians. Kijk hoe die Noorden het er vanaf gaan brengen. Ben balans Carlson is op dit moment al een beetje het probleem. For Norway. Inspanning is weer van het gezicht van de beide Noorden af te lezen. En dan moeten we het dan hier toch even neerzetten. Sven Carlsen, Sture Davidsen. 16 meter en 75 centimeter is de afstand die zij hier neerzetten. En dan team Nederland 2. Gerrit voorop. Maar het wordt ze toch te veel. Zes dames is toch te veel voor dit Nederlandse team. 8 meter 75 centimeter is jammer. Blessure hier aan zijn knie. En dat van onder andere dit partij gespeeld hebben. Het Duitse team is overigens geblesseerd en moet vandaag de strijd staken. Maar de Zuid-Afrikanen die maken nog van gezondheid. Wayne Price voorop, gevolgd door Gerrit Bradhorst. En daartussen zit heel wat gewicht. For time, he's had that one strongest man. Maar we weten van de World Championship in 1996. Dat is een goed kunnen vinden met de Nederlandse dames. Ze wandelen al een behoorlijk stuk hier. 23 meter en 5 centimeter. Wat zeg ik? Ze nemen zelfs weer verplaatsing op dit ogenblik. And they're happy with that. So the farmer's walk then. Taking its toll. En zo kennen we Gerrit weer. Van de entertainer en de sterke man. Magnus en zijn jongere broer Torbjörn Samuelsson. Ik verwacht dat ze waarschijnlijk over de afstand van Zuid-Afrika heen gaan. Deze twee boomlange gradiers uit Zweden. This is getting their legs moving as quickly as they possibly can. Magnus heeft Torbjörn zijn vrijgezelle broer maar even opgezet zodat hij zich niet zal afleiden. 25 meter en 18 centimeter. En daarmee hebben ze de eerste plaats overgenomen van de Zuid-Afrikanen in Finland. Onder toeziend oog van Berend en Wout. En dat is de strijd tussen Finland en Nederland. Wie zal er de titel krijgen met het sterkste team van de wereld? En we zitten al dicht bij de ontknoping. En de Finnen blijven lopen, ze zijn niet meer te stuiten. Ze doen thuis waarschijnlijk niet anders. Excellent work. This is the farmer's walk. How much further can they go? Over. Superb walking this by. Blijven lopen. Jouko en Sammy. Fantastic. Almost a complete doen circuit. Deze evenement al hier naar de binnen gezet. Well, uiteindelijk toch de dames hier. 45,5 meter. En daarmee staan ze nu kruidenkant de top bij dit onderdeel. Maar laten we niet te vroeg juichen, want Berend van de Berg en Wout zijn er samen op de hof. En van die twee mannen weten we dat ze hun mannetje staan. En het publiek staat hier weer volledig achter ze. Maar 45,5 meter, dat is een enorme afstand. Bijna niet te doen, maar ze gaan er weer voor. Berend voorop, zelfs de dames kijken er extra spannend bij. En dan gevolgd door Wout Zijlstra. We zullen ze treden. Die 45,5 meter, het ziet er nog wel goed uit. Netjes in balans, rug recht houden, erg belangrijk. Sylvia, de vrouw van Berend, die kijkt gespannen toe. Sylvia, die Berend ook altijd goed masseert tussen de wedstrijd door. Om alle blessures zoveel mogelijk te beperken. 34 meter en 25 centimeter, mooi resultaat. Goed in ieder geval voor een tweede plaats. Voor de Dutch side, Holland 1. De Finnen zijn een topvorm vandaag. Dit is het tweede van de drie onderdelen dat ze hier winnen. Hier het verhaal voor die tweede. De vorige onderdelen waren ze derde, dus er zit progressie in. Zweden wordt derde, maar team 1 en 2 wordt hier jammer genoeg op 1 uit laatste.
is very close. In het algemeen klassement blijven Berend Veenebergen Woutsherrs aan de grote koplopers. Maar zij voelen de hete adem van de Finn in de nek. Het verschil wordt steeds kleiner en is nog maar anderhalve punt. Des te spannender wordt het de volgende onderdeel. We hebben even een korte onderbreking voor de reclame, maar na de reclame dan valt de beslissing. Gaat de titel wel of niet naar Nederland? Stay here. Come on, let's take a walk on the wild side. DreamWorks Pictures invites you. I've been traveling, and I'm all schlumpy. To see the world. I'm Princess Bala. From a whole new perspective. The Eurotrash. Ants. Obtain a perfect body with no suffering while you rest. Gym Formate reproduces the natural impulses that the nerves send to the muscles to relax and contract while you lie down or relax. If we compare it to performing abdominal exercises, we can start with the equivalent of one abdex or sit-up per minute on the flat and warm up to the equivalent of 30 sit-ups per minute. You will adjust the length button and your muscles will disdain for the equivalent longer distance or shorter distance. With Gym Formate, you can adjust from a simple massage met lage intensiteit at a low intensity, to a higher impulse, which will reinforce your back muscles. Gym Formate is a domestic electromuscular stimulator producing minute impulses to your muscles, making them contract and relax like when performing normal exercises in a smooth and natural way. An expensive beauty and muscular treatment used by physiotherapists for over 30 years. Adjust the intensity, length and frequency from soft massage, alleviating back pains and strained muscles, up to a normal or harder workout. Compact and clip-on, use it while resting at home, in the office, or even watching TV. Gym Formate may be used daily, as it works on domestic batteries, due to which power is always minimum and safe, like your wristwatch battery you wear all day. One session of Gym Formate can be equivalent to over 200 abdominal exercises, over 50 push-ups, leg, back and buttock exercises, arm, neck and all type of exercises. It will reduce that unwanted fat in just 3 weeks, reduce the appearance of cellulite and even firm up your breasts. One session of Gym Formate is equivalent to up to 2 hours of a complete workout. Gym Formate is not available in stores, and with this special TV offer, you get the Hardy Travel Pack. And as a free gift, this unique guide with amazing secret tips on how and where you can use Gym Formate to obtain the very best results. Obtain this exclusive TV offer calling the number on the screen next to your national flag. Call now. Over hoe en waar u de Gym Formate kunt gebruiken om daarmee de allerbeste resultaten te behalen. Next year, Eurosport has extensive live coverage of the Rugby World Cup, the fourth largest sporting event in the world. And it all starts now with the first of England's qualifying matches against the Netherlands. No offence to the Dutch, but the England reserves will probably win this one without breaking sweat. And Woodney has promised to field his strongest side. Holland could get flatter still. England v Holland, Saturday, 1600 CET, 3 UK, live on Eurosport. After a year-long battle across five continents, the final showdown. After this match is to be world champions, 16 women in New York, 8 men in Hanover, the best of 98, and only the best. The Chase Championship and the ATP Tour World Championship soon on Eurosport. Final event in the 1998 World Surfing Team Championship, and we have the Power Stairs. 175, well, 225 and Hungary are going against each other. There's not much in that. Netjes erop gezet worden, maar geen stukje meer uitsteken. Laszlo Fekete hier in actie voor Hongarije en aan de andere kant de Faroe-eilanden. 225 kilogram gaat er naar boven en Regis Pakkenal die schijnt wat sneller te zijn daar. Inderdaad. Dan de Hongaren. Pas wanneer je helemaal beneden bent, dan mag eventueel, als die aangetikt wordt, je teamgenoot het overnemen en niet eerder. En dat allemaal vanwege de veiligheid die natuurlijk erg belangrijk is. Tibor Mezzano is net even in de problemen. Three blocks,
Peter Baldus brengt het er goed vanaf. Duitsland zoals eerder gezegd zijn uitgevallen, maar nu zijn ook de Engelsen uitgevallen. Van de Jamie Reeves die bij de Farmers Walk een blessure op. Een mooie tijd hier voor de Faroe-eilanders hebben we gecompleteerd in de tijd van 48.68. En Laszlo Fekete voor de Hongaren hier nog aan de gang met die 275 kilogram. It weighs 275 kilograms. De vierde trede, maar zal het hem lukken om hem nog eventjes die tientallen centimeters hoger te lukken? Niet! De aanmoedigingen van Tibor Mezanos. Ze komen niet verder dan 3-4 kilogram. Next here we go, Netherlands een vreselijk zwaar onderdeel. En dat op deze tweede en laatste dag van het sterkste team van de wereld. Het gaat goed aan de linkerkant en hier de rechterkant door in beeld. Dan kijken ze even. Gerrit Gerrits heeft hem als eerste boven. Maar dat is de 200. Dat is herstel 175 kilogram. Dan nog zo'n 225 en tot slot de 275 kilogram. Het gaat goed met team Nederland 2. 500 pounds, I suppose. In English money. Well, Netherlands 2. De 225 kilogram die is erbij gezet. Tik daar zijn maatje aan. 2 with their sick man. He's got a bad knee, remember. Not too bad, of course, on the upstroke. Zal het gelukken om dit te completeren, dit hele zware onderdeel? Dat is de vraag. Norway have got two up. Well, it looks like it might have all come to an end here. Het is ook een reusachtig gewicht. Hij biedt van niks aan power stairs. No problems at the moment for Norway. Well, they've switched partners. Het gaat overigens goed aan de andere kant met Sven Carlsen en Stuart Davidson. 275 kilogram zijn ze weer aan het worstelen. 275 kilograms. Well, you can't do it. There's only 90 seconds and the time has run out now. En komen toch niet verder dan de 4-2 de Noorden. Maar eindigen we dit onderdeel beter dan team Nederland 2. Nog even een kwestie van trainen. Ervaring opdoen. Now, Sweden versus South Africa. Zuid-Afrika, Gerrit Maarhorst, Wayne Price, rechts in actie. Neem het nu op tegen de Zweden. Magnussen en Torbjörn Samuelsson, maar niet alleen tegen de Zweden, maar ook de strijd tegen de tijd. De tijd en de verzuring die op kan treden bij zo'n zwaar onderdeel als dit natuurlijk. Een hele mooie techniek. Bij de Zweden. Dat gaat erg goed daar. De Zweden, zij hebben nu hun derde plaats zekergesteld met dit tweede gewicht. Meer hoeven zij niet te doen, want Nederland of Finland inhalen, dat lukt ze niet meer. En Zuid-Afrika gaat gewoon door. Will Badenhorst do it, I wonder. Gerrit Maarhorst. The Netherlands and South Africa have made affinity over the years with each other, which is one of the reasons that this man is so popular. Here at Badenhorst. Het loodzware gewicht. Looking to do it. Die 275 kilogram. And strange that Sweden should have put. Even last daar. Every step counts here. Dat kan ik me voorstellen van zijn hand. Nou, dit onderdeel was Rico Kiri geblesseerd bij de vorige wedstrijden. Hij lukt hem. Even helemaal op te zetten. En niet 9.24. En die gouden voor de dames hier in Nederland, Finland. En in werkelijkheid gaat de strijd ook tegen deze twee teams. 1 van 2 gaat in ieder geval zo meteen met de titel naar huis. Sterkste team van de wereld. Berend Vedenberg hier goed in actie met het eerste gewicht. Het is nu des te meer een strijd tegen de tijd. Wanneer de tijd goed genoeg is, dan winnen ze de titel. En als ze te langzaam zijn, dan gaat die titel hun neus voorbij. En dat zou zonde zijn voor die twee mannen die zo kijken en zeiden. Sylvia, de vrouw van Berend houdt de tijd nauwlettend in de gaten. De Finnen, die gaan sneller. Jelke Ahola en Sami Heinonen. Die zet hier waarschijnlijk de beste tijd neer. Maar wat wordt de tijd van Berend en Wouter? Dat is belangrijk voor het eindklassement. De Finnen, zij winnen hier. 39.07, dat is de beste tijd op het onderdeel. En 41.61, die tijd is voldoende. Die is voldoende om dit evenement te winnen. De evenementenhal is hier te klein voor Wout. Ongelooflijke schitterende overwinning hier in Nederland. Ook Berend Vedenberg op helemaal los. Zij hebben hem gewonnen. De titel. Het sterkste team van de wereld. And that looks like it's the final score. I'm just checking that. Yeah!
Yes, it certainly is. So the Dutch team then, the world strongest man team champions for 1998, and that could not have been closer, because they won with 71 points. The Finns, a tremendous effort by the Finns. They got 70.5. Je bent er allemaal weer getuige van. Deze emoties, dankzij de camera's van Eurosport. Finland blijft in topvorm met winnen in het onderdeel. Nederland 1 op een tweede plaats, Faroe-eilanden 3, een goede prestatie. Vierde plaats, Zuid-Afrika. En vijfde, Hongarije. Team Nederland 2 op een achtste plaats. De uitslag van het algemeen klassement is nu tevens de uitslag van deze wedstrijd. Ons nieuwe kersverse wereldkampioen. Het is gelukt. Het sterkste team van de wereld 1998. Dat zijn Berend Vredenberg en Wout Zijlstra. Tweede plaats voor Finland. Derde voor Zweden. Zuid-Afrika blijft net buiten de medailles met een mooie vierde plaats. En een eervolle vermelding voor Janne Hams en Gert Gerrits op een mooie zesde plaats. De derde plaats voor de Zweden, die tweede plaats voor de Finnen. En de medailles kwam uit handen van de vice-president van de IFSA, Marcel Mosser, en tevens mede-organisator. En hier staan ze, het sterkste team van de wereld. Berend Vredenberg en Wout Zijlstra. Het is gelukt. En wat uw commentator Roland Vuestenberg betreft, ik neem weer afscheid van u. Wat mij betreft graag weer tot een volgend sterkste man van de wereld evenement. Fantastic competition.